Yes, vrienden en fans, wat leuk dat je weer kijkt. Welkom weer bij een nieuwe video en we gaan weer lekker verder met Fire Simulator 2. De vorige aflevering was een drama met de toeter, maar ik hoop dat dat bij deze aflevering is opgelost. Laten we dat zeer hopen, want het was echt heel vervelend. Volg mij eens op TikTok als je wilt weten wat ik elke dag ga spelen. En daarnaast zie ik je natuurlijk heel erg graag elke zondag om 6:30 hier op YouTube in de livestream. Yes, we gaan lekker beginnen. En als je het trouwens leuk vindt, kom dan gezellig in de Discord-server. Je bent van harte welkom. De link daarvoor staat in de beschrijving. Goed, we gaan lekker beginnen. We gaan wachten op de eerste melding. Ik hoor geen toeter. Dat is zeer positief. Zeer positief. Dat was echt een gamebreaker. De vorige aflevering. Dat kon echt niet. En helemaal niet voor €30 bijna. Want dat kost deze simulator. Deze simulator kost €30, mensen. Ik vind dat duur voor voor zoiets. Want we kunnen wel dingetjes doen in de kazerne. Dat is heel leuk. We kunnen sporten, geloof ik. En wat konden we nou nog meer? We konden ook zitten en dan gaat de tijd doorspoelen. Dus als je niet wil wachten op een melding, dan kun je op een stoel zitten en dan gaat de tijd vooruit en dan heb je meteen de melding. We kunnen ook dit doen. En dat is die melding invoeren in de computer. Als je klaar bent, dat is best wel leuk. Ik vind het wel heel erg veel. Ik vind het heel leuk, maar ik heb wel zoiets van, het gaat heel ver en dat hoort er natuurlijk ook bij. Het is een hele realistische simulator, dus je moet echt allemaal stappen ondernemen als je een opdracht hebt. En ik was een beetje overwhelmed. Dus ik hoop dat ik het deze keer goed doe. Want het is soms ook een beetje gokken van wat moet ik nu doen? Want ik kan me herinneren in de vorige aflevering dat ik dacht van, moet ik nu precies doen? Oké, we gaan eventjes, laten we gewoon even gaan sporten. Waarom niet? Oh, de tijd gaat niet vooruit of zo. Als je op een stoel gaat zitten dan, wat ik al zei, dan wordt het beeld zwart en dan gaat de tijd vooruit en dan hop, en dan gaat de melding beginnen. Hoe kan ik hiermee ophouden? Oh, dan moet je dus op E klikken, oké. Nou, zullen we gewoon op een stoel gaan zitten? Ik vind het wel leuk dat het erin zit, want in het eerste deel vond ik het wel heel erg saai hoor, hier zo zijn, want je kon echt helemaal niks doen hier. Oké, we gaan eventjes zitten. En dat is hier. Dus laten we dat doen. En dan gaan we naar de eerste melding. Het is 9:15. Daar komt hij. 3, 2, 1. Nu. Wat gaan we doen? Zo, het hele beeld stond vast. Achtung, Hilfeleistung, Pumpeneinsatz. Einsatz für KEF 1, Dornenkamp. Oké, wacht eventjes. Wie zijn dat? Even kijken. Deze, Emergency Call. Laten wij dit doen. Dan zitten we in de ambulance, volgens mij. Oh god. Huh? Wat gebeurt daar? Wat gebeurt er nou weer? Heel mijn beeld zat helemaal vast. Zag je dat? Dat ging niet helemaal lekker. Het spel snapte er eventjes helemaal niks meer van. Oké, we gaan onze kleding aandoen. Oh god, waarom stopt het beeld nou weer? Wat is dit nou? Oh jongens, laat het spel nou alsjeblieft normaal werken. Oké, we gaan erin. En dan gaan we kijken wat de held het is, want dat weten we niet van tevoren. Dat is ook wel leuk op zich. In de vorige, oh god, dat beeld staat weer helemaal te stotteren. Wat is er nou aan de hand weer? Oké, we gaan de motor starten. Yes, we zetten de lampjes aan. En dan gaan wij rijden. We mogen al rijden ook. En het beeld is weer raar aan het doen. Oh, nu valt het mee. Oké, nou, we gaan gewoon op weg. Kijk, daar zijn we. Gassen met dat ding. Sirenes aan. Oh nee, dat was dit. Dat was nummer 2, juist. Ga met die handel. Oh god, jongens. Wat is er nou weer met dat beeld aan de hand? Het kan ook nooit normaal in dit spel. Eerst hadden we de toeter. Echt de hele aflevering ook. En nu hebben we dat beeld heel erg stottert. Misschien staat er wel weer iemand vast in de kazerne of zo. Dat kan. Maar goed, we zien het wel. Het is wel ver weg, of niet? Het is nog het is in totaal 1,1 kilometer, zie ik staan. Nog 1 kilometer. Ja, het is wel ver weg, dit. Ik weet trouwens niet of we nou alleen daarheen moeten of dat er nog iemand meegaat met ons. Trouwens, ik moet mijn richting aangeven. Dat zei iemand in de reacties. Dat had ik gevraagd, van moet ik mijn richting aangeven als ik mijn lampen aan heb staan? En iemand die zei dat ik dat wel moest doen.
Op zich is dat ook best wel logisch, want dat is inderdaad best wel gevaarlijk als je dat niet doet. Dus ik probeer erop te letten. Rijdt er iemand achter ons? Nee. Maar we kunnen het wel zien. We gaan even weer onze richting aangeven. Ja, en dan gaan we even kijken. Zijn wij nou de enige of niet? Oh, dan kan ik niet meer sturen als ik dat doe. Even kijken. Nee, volgens mij zijn we de enige hoor. Nou, ik ben benieuwd. We zitten wel in de brandweerauto trouwens. Het is niet de ambulance. Dat is op zich wel leuk. We gaan even kijken wat we met deze auto precies kunnen. We zijn bijna op de locatie. Hier is het. Even de richting aanwijzen weer. We zien iemand al staan zwaaien. Daar maken we zo meteen even een mooi screenshot van. Dat is altijd leuk. Yes, we gaan hem neerzetten. En dan gaan we beginnen met de opdracht. We gaan eventjes kijken. We gaan in de auto. En dan moet ik even nadenken. Dat was... welke knop was dat ook weer? Dat we konden dismounten. Dat was deze. Deployment mode on. Juist. Oké, nu kunnen we dus erop klikken. En dan gaan we naar Organize Place of Work. En dan doen we dismount. En dan gaan we dus eruit. En dan gaan we hopen dat het spel een beetje soepel loopt. Want anders wordt het weer verschrikkelijk. Maar goed, ik heb goede hoop. Close. Oké, wat gaan we... Jeetje, wat is er met dat beeld aan de hand? Zie je dat? Wat is dit nou? Dat was de vorige aflevering, was dat helemaal niet. Nou goed, we doen het er maar gewoon mee. Even kijken, we gaan er klikken. En dan doen we Organize Place of Work. Of wacht even, Pump Operation. Oh god, ja, ik vind het moeilijk. Want ik weet nou niet precies wat de volgorde is van wat ik moet doen. Securing the road, dat is misschien wel handig om te doen. Securing direction of travel. Secure lane, laten we dat doen. Ja, doen we dat. Dan moet ik dat waarschijnlijk doen, want ik krijg een opdracht. Of hoef ik dat niet te doen? Ja, dat moet ik dus wel doen. Oké. Dat gaan we oppakken en dan gaan we dat even neerzetten. Hé, wat is dit nou voor iets raars? Wat is dit nou weer dan? Nu moet ik het ineens weer terugleggen. Oké, wacht even. We doen het even anders. Wat de hel is dit nou weer? Oh, wacht. Het is deze persoon. Oh, nu kan hij het wel... Kijk, dit bedoel ik dus. Het is gewoon heel apart hoe dat nou werkt. Want, ja goed, het zal wel. We gaan een praatje maken. Ik ga eventjes een screenshot maken. Maar ik wil niet die gele lijn eromheen hebben. Kan dat weg? Hallo? Nou, weet je, prima. Doen we het wel zo. I'm so glad you're here. I'm the one who called. Dus deze meneer heeft ons gebeld. Wat is het probleem? Hi there. Alright, I see what the problem is. We had a burst. Oh, kijk, inderdaad. We hebben heel veel water in de garage staan. The technician was here and shut off the water. But look at the garage. Ik vind dat op zich wel leuk qua meldingen. Het is heel gevarieerd. Het is wel leuk. I don't know how we're going to get the water out. Dat moeten we dus doen met die pomp wat ik zag al in het menu. Zag je dat ook? Een soort van pompachtige toestand. Nou, oké. We gaan maar eens even kijken. Ik zag dat staan. Technical assistant. Pump operation. Maar dan moeten we even kijken of ik... Ja, we kunnen ook voor de rest niet heel veel doen. Als ik nou site inspection doe. Waarom gebeurt er nou niks? Zie je dat? Ik sta erop, maar er gebeurt gewoon niks. Oh, wacht. The garage must be filled to the brim with water. Carry out the site... Wacht even, moet ik naar beneden of zo? Ja, het is onduidelijk. Ja, kijk, zie je dat? Nu is het opeens goed. Het is heel onduidelijk af en toe. Ja, we gaan dus beginnen met die pomp. Ik denk dat we dat gewoon moeten gaan doen. Pomp operation. Dan gaan we maar kijken wat er gaat gebeuren nu. Er wordt in ieder geval wat neergezet. Wij hebben geen opdracht. Oh, kijk, daar gaan we. Wij moeten ook even wat pakken. Hoe kom ik daar? Wacht even. We gaan hem even open doen. En dan hebben wij nodig... Hé? Nu moet ik weer naar de andere kant. Wat is dit nou weer, jongens? Even kijken. Unfill, denk ik. Ja. Even kijken hoor. Pick up power cable. Oh, dat doet hij al. Oké, wacht even. Ik ga even wachten wat hij doet, want...
Connect power cable with cable drum. Oké, ik vind het zo onduidelijk. Kijk, er staat dat we iets moeten doen, maar dan doet hij het en dan moeten wij het... Huh? Cable drum. Nou, ik wacht wel gewoon wat hij... Wacht eventjes. Oh, wacht eventjes. Pick up. En dan hier aan vastzetten of zoiets, denk ik. Ja. Oké, dat gaat dan hier zo in ergens. Connect. Nou, je bent toch blij dat het erbij staat hoe dit moet. Want anders dan was het helemaal niks geworden hoor. Het is echt lastig af en toe. Pick up. Wat moet ik nou doen? Pick up dirty water pump. Ja, dat moeten we oppakken. En dan moeten we hem in het water zetten alsof hij daar nog niet stond. Connect with dirty water. Ja. Wat wil je nou? Hé? Waarom staat hij bij die auto dan? Wat is hij nou aan het doen hier? Oké, jongens. Het is zo onduidelijk allemaal. Nou, het staat er natuurlijk wel bij wat ik moet doen, maar... Wat is er ook aan de hand met dat beeld? Jongens, ik ben niet... ik vind het steeds minder leuk, deze simulator. Even kijken. We gaan het nog een keertje proberen. Zie je dat? Het glitcht ook gewoon alle kanten op. Je kunt niet eens normaal dit spel spelen. Het staat gewoon... Ik ga hem precies hier opzetten. Ja, oké. Pick up. Dat doe ik nu. En dan... Nou, je kunt het gewoon niet doen. Het is gewoon... Het is al gebukt voordat je überhaupt deze hele missie begint. Het is gewoon een drama. Yo, ik zit bijna te denken van, ik speel nog liever dat deel 1. Nou, gaan we weer. Ja? Dus dat, wat wil die nou dan? Disconnect. Nou ja, goed. Ik ben gewoon aan het proberen, jongens. Ik weet het niet. Ik weet niet wat het spel van mij wil. Althans, ik doe wat het spel wil dat ik, wat ik moet doen, maar... Het werkt gewoon niet. Hij moet daar gewoon staan wat ik nou in mijn handen heb. Kijk, zie je dat? Ik word ook geleid naar dat punt. En ik zet hem precies waar hij hoort te staan. En nu zou hij hem gewoon moeten leegpompen. Ik snap ook niet wat hij daar doet. Oké, wacht. We gaan switchen naar, naar hem. Even kijken of dat werkt. Oké, even kijken of dat werkt. Want misschien kunnen we dan in de toekomst wel dit soort dingen gewoon oplossen door te switchen. Wat gaat hij nou doen? Wat de hel is hij nou aan het doen? Connect C-hose with end sewer. Wacht eventjes. Connect. Was dat het nou echt serieus? Was dit het? Ja, dit was hem. Oké, nou, het water wordt leeggepompt. Het is eindelijk zover. Dus als je vastzit, of je weet, het gewoon even niet meer, switch dan eventjes persoon. Misschien dat het dan wel lukt. Kijk, want het zit hieronder en hij was gewoon weer geglitcht. Hij stond hier vast. Maar ja, weet jij veel als je dit voor de eerste keer doet? Trouwens, de alarmen gaan af van de auto's. Nou goed, dat is dan maar eventjes zo. Daar kan ik niks aan doen. Nou, het wordt leeggepompt. Het water zakt ook heel langzaam weg, zo te zien. Misschien een leuk schiensoortje. Hoppatee. Of zakt het water niet weg? Jawel, toch? Ja, het gaat langzaam weg. Laten we dat open. Ik hoop niet dat dat ook geglitcht is. Laat het alsjeblieft gewoon werken. Dat scheelt een hoop gedoe. Ja, het spel loopt wel stroef vandaag. Ik kan jullie trouwens ook wel gewoon laten zien in de hoek naar mijn computer. Dan kunnen jullie een beetje zien hoe het spel loopt. En zoals je kunt zien, loopt het niet geweldig. Ja, hier wel. Zie je dat? Hebben we boven de 100 fps. Maar als we dan hier naartoe gaan... Kijk eens wat er dan gebeurt. Het is ongelooflijk. Het is gewoon een... Het gaat letterlijk zo naar beneden. Het keldert naar beneden. Maar je ziet ook hoeveel RAM die gebruikt. Ik heb 32 gigram in mijn computer. Hij gebruikt 17 gigram. En dan heb ik 16 gigabyte videogeheugen. En daar gebruikt hij bijna 13 gig van. Dat is echt heel veel. Nou, wat is er nou aan de hand? Is het nou droog?
Ja, ik heb het idee dat hij de vorige keer veel soepeler liep. Maar goed, nou, het is niet anders. Dus je kan het ook niet veranderen. Is het nou klaar? Wacht, we gaan weer eventjes switchen. Misschien dat we dat weer, dan weer wat wijzer worden. Kijk, nou gebeurt er ineens wat, of niet? Dit is toch gewoon klaar nu? Ik vind het zo onduidelijk. Waarom staat er niet gewoon... het is klaar, je kunt opruimen. Waarom staat dat er niet gewoon? Nou, weet je wat we doen? We gaan gewoon klikken op... even kijken. Heeft hij trouwens nog hulp nodig, die man? What a mess. Ja, inderdaad, het is één grote rotzooi. Ik denk misschien heeft er nog iemand nodig of zo. Even kijken. Organize place of work, secure the road, pack up. Dus we gaan opruimen nu. Ik denk gewoon dat dit het einde is. Dat neem ik aan. Drop. Ja, dan gaan we die andere pakken. Dan gaan we even disconnecten. Dan leggen we dat ernaast en dan gaan we dat weer oprollen. Nee, dat gaan we niet. We gaan wat anders doen. Oké. Het zal wel. Oh, wacht. Deze moeten we oppakken. En die moeten we... Oh, dat beeld, jongens. Joh, volgens mij zit ik hier echt gewoon op... Ik ga het gewoon bekijken. Hoeveel FPS heb ik hier? Ik zit gewoon in de 40... Nou, ik vind dit wel slecht. Ik bedoel, ik heb een 4080. Ik bedoel, what the hell. Oké, wat gaan we nu doen? Wat is de bedoeling? We gaan het dicht doen. Kan dat? Ja, dat kan. Fijn. Gaan we de andere deur dicht doen, neem ik aan. Ja. En dan zijn we, denk ik, helemaal klaar. Dus we gaan er weer op klikken. En dan gaan we even kijken. Technical assist, nee. Dan doen we... Depart. Dat gaan wij doen. Dat gaan we niet doen. Ik ga rijden. Dat gaat dan een heel stuk sneller. Close. Dan gaan we op die knop drukken. Leitstelle Mülheim van 1KIF1, komen. Mogen wij gaan rijden? Volgens mij wel. Daar gaan we. Doei. Leitstelle Mülheim, komen. Oké, dan moeten we nu dus weer terug naar de kazerne. Dan gaan we dat rapport doen. Van deze onduidelijke missie. En dan gaan we door naar de volgende melding. Ik ben benieuwd. Ik moet zeggen dat ik wel de meldingen leuk vind. Dat wel. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar brand, brand, brand. Het is dus ook allemaal van dit soort dingetjes. Ik vind dat wel geinig. Maar ja, had het eventjes ietsjes duidelijker aangegeven. Maar er waren ook al mensen in de... Hoe heet dat? Op Steam, zeg maar, in de reviews... Die hadden het er ook al over, hoor. Van ja, het is gebukt en het glitcht en weet ik het allemaal. En het is niet goed voor de prijs die je betaalt. En ja, op zich hebben ze er ook wel gelijk in. Het is wel een hoop geld voor zo'n spel. Dan verwacht je wel dat het goed werkt, toch? Voor 30 euro. En dat doet het dus helaas niet helemaal. Maar goed, wat ik zei. Als je vast zit, switch eventjes van persoon. Daarmee kun je dus soms een hoop redden. En anders, als het helemaal vast staat, dan moet je natuurlijk gewoon overnieuw beginnen. En dat kan gelukkig gewoon. Maar ja, dat is ook wel jammer als je midden in de melding zit en je kunt niet verder. Het is wel een heel stuk rijden. Maar gelukkig rijden we zelf. En dat scheelt een heleboel wachten. We rijden gewoon door naar de kazerne, want ik wil gewoon een nieuwe melding hebben. Maar het is wel veel mooier als het eerste deel. Dat moet ik wel toegeven. Het loopt ook veel beter als het eerste deel. Ook al hadden we net die FPS erop. Dus ook al is het niet allemaal even duidelijk en werkt het niet allemaal even goed... ...ik vind hem nog steeds veel leuker als het eerste deel. Ik ben blij dat die toeter er niet in zit. Daar ben ik zo blij om. Ik was er zo bang voor. Ik denk, oh mijn god, als die toeter er maar niet in zit. Oké, zijn we er nou bijna of niet? Volgens mij rijden we helemaal om. Ja, volgens mij zijn we er nou bijna. We zijn in de buurt in ieder geval. Wat is dit hier? Lijkt het zo op een soort... Nou ja, lijkt op een soort... Ik dacht een ziekenhuis of zo, maar... Yes, we zijn er. Oké, we gaan hem neerzetten. Waar moeten we hem neerzetten? Even kijken. Want het is natuurlijk een ander voertuig. Die hoort niet hier. Oh, wel. Oké, nou dan gaan we hem even naar achter rijden. Ja, we gaan naar achteren. Omhoog, omhoog. Dankjewel, dankjewel. Yes, we zijn helemaal ready. Mooi.
We gaan eruit. We gaan de melding doen. Of de melding rapporteren. En dan is het klaar. Godzijdank, ik spring niet weer erin. Dat zat ik toen wel een keer. Ja, we gaan onze kleding even wegleggen. En dan gaan we naar boven. En dan gaan we naar de computer toe. En dan gaan we hopen dat we een leuke melding gaan krijgen. Die we op een normale manier kunnen voltooien. Dat zou echt helemaal geweldig zijn. Het is in ieder geval weer lekker druk. Iedereen is aanwezig. Niemand is ziek volgens mij. Waar was die computer? Hier ergens. Nee, dat heb ik helemaal verkeerd. Waar was het? Hier. Juist. Oké. Okay. Nou, even kijken. Het is allemaal Duits. Ik heb geen idee wat ik neer moet zetten. Wat is dit? Arson. Wat betekent dat? Operation Site Doornenkamp. Nou, dat klopt allemaal. Situatie gevonden. Laten we dan... Garage vol met water gelopen. Wat hebben we gedaan? Water weggepompt. Ik denk dat dat wel voldoende is, toch? Save. Continue. Continue. Oké. Save. Hallo. Volgens mij was dit hem. Hoop ik. En dan denk ik dat we gewoon weer een nieuwe opdracht gaan doen. We gaan gewoon eventjes zitten. Het is op zich wel een leuke toevoeging. Dat je zelf kan invoeren. Hè? Als je helemaal into bent en je vindt dat leuk om te doen. Dan is het natuurlijk wel geweldig dat het erin zit. Hebben we nu al een nieuwe melding? Ja. Achtung, brandschutz, heimrauchmelder ausgelöst. Einsatz für ELW 1, LF 24, TLF 1, DLK 1, RTW 1. Oké, dit is een hele grote opdracht. Kijk eens. Wij gaan de ambulance doen, dat is ook leuk. Of althans, dat lijkt me leuk. Ja, ik ben deze persoon. We gaan naar de ambulance. We gaan een keer wat anders doen dan die brandweer. Dit moeten we ook een keertje doen. Hebben we dit al gedaan? Volgens mij niet. Nee, volgens mij niet. We gaan ons tenuutje aandoen. En dan gaan we naar de ambulance. Het ziet er mooi uit trouwens, deze skin. Even een screenshotje maken. Altijd leuk. Yes, open de deur. En wij gaan op pad. Ja, instappen. Dat had op zich wel automatisch gemogen. Dat deurtje open, dicht en weet ik het allemaal. Of de deur dicht. Kunnen we gaan? We gaan onze lampen aandoen. Ja, eerlijk is eerlijk. Het ziet er mooi uit. Let's go, daar gaan we. Wij gaan naar... Gaan we naar links of naar rechts? Ik gok... Ja, volgens mij zit het op de goede weg. Pas op! Nou ja, wat is het nou voor actie, man? Ben jij helemaal gek? Yes, we zijn weer onderweg. En ik rij helemaal verkeerd. Wat is dit nou weer? Hé? We moeten... Nou, ik denk dat we maar gewoon hun volgen. Ik vind het raar dat we niks... Oh, kijk. Onze navigatie doet het weer. Ik ga niet de sirenes aandoen. Want we rijden er tussen... Moet dat trouwens? Als je tussen twee voertuigen rijdt die al die sirenes aan hebben, moeten wij dan ook die sirenes aan hebben of dat niet? Je zou denken van niet. Want wat is het... Wat is het nut ervan? Ja, dat mensen je horen natuurlijk. Maar dat hebben we toch al. Oh, wacht. We zijn erbij. Oh, nee, niet. Nou, hallo. We hebben een noodgeval. Dan gaan ze zo rijden. Dan rijden ze gewoon zo. Yes, hier is het. Hoe moeten wij staan? Wij moeten hier gaan staan. We zien al iemand weer staan. Zwaaien. Het is weer zover. Ja, we zijn er. Oké, dan gaan we wachten op het hele team. En dit wordt een leuke opdracht. Dit wordt een moeilijke opdracht, denk ik. Want we moeten alles gaan aansturen. Dit wordt lachen. Dit wordt één groot drama. First situation report. Apartment fire confirmed. Heavy smoke. Waar dan? Ik zie niks. Waar zien we vuur dan? Oké, nou goed. We gaan even kijken. Nee, wacht. We moeten even wat anders doen. Ik weet niet of dat moet trouwens, maar... Laten we dat maar wel doen elke keer. Organize place of work. Dismount. We moeten trouwens hun ook doen. Dismount. Ja. Deze ook. En deze ook.
Laten we iedereen uit gaan stappen. Als dat lukt, even kijken. Stapt iedereen uit? Oh, daar is het, de rook. Oké, we gaan uitstappen. Gaan we maar gewoon kijken tot hoe ver we gaan komen. Ik ben benieuwd of we het vuur kunnen blussen voordat het... Jeetje. Oh. Oh, dat gaat niet goed daar. Nee, dat is niet goed gegaan met het koken. Oh, we hebben nog een brandweerauto hier. Dat is de ladderwagen. Die moet ook natuurlijk. Dismount. Oh, kijk. We krijgen een opdracht. We moeten eventjes de deur dicht doen. Close. Ja, dat hebben we gedaan. Inspect situation moeten we ook nog doen. Laten we dat door hun doen. Oh, dat kan niet. Side, huh? Waarom kan dat niet? Fire monitor. Oh god, hoe doen we dat ook alweer? Waar staat die persoon te dingen ze? Waar is dat? Kunnen we dat door hem laten doen? Illuminatie, pack up. Zullen we maar gewoon gelijk overgaan tot firefighting? Want dit gaat natuurlijk gewoon doorfikken. Laten we dan... Nou, dat heeft geen zin. Laten we dit doen. Water inlet. Dat is volgens mij hier zo. Water outlet. Wacht eventjes. Already given. Oh kijk, ze gaan wat doen. Dat is mooi. Daar gaan we even op wachten. Wij gaan dit eruit halen. Dat moet blijkbaar. Ik zit ook te letten op die brandweer, wat ze aan het doen zijn. Use to transport injured people. Oké, daar gaan we. Ik heb geen idee waar ik heen moet. Ja, hier naartoe, maar nu dan? Wat moet ik hier nou doen dan? Zie je, dat bedoel ik. Waarom is het allemaal zo onduidelijk? Wat moet ik hier nou mee? Waarom zegt hij dat ik hierheen moet? En dan? Oké, mensen, het is tijd om te gaan switchen. Het is tijd om te gaan switchen. Ik snap hier helemaal niks van. Even kijken. Wat is dit? We gaan even kijken wat we hier kunnen doen. Oké, dit hebben we gedaan. Kijk, we hebben water nu hier. Oké. Firefighting. Attack. Waarom kan ik dit nou niet doen dan? Outlet. Laten we dat dan hier doen, denk ik. Ja. Dus dan gaan ze daar gaan ze die, dat ding neerleggen waarmee we kunnen blussen. Dan moeten we trouwens ook die... Deze moeten we ook hebben. Firefighting. Smoke curtain. Wacht even. Technical assistance. Securing the road. Back up. Reparking. Oh, wacht even. Kijk, nu gaat die auto, die gaat daarheen. Nou, je moet het ook allemaal maar weten hoor. Ik bedoel, ik zie het gewoon toevallig. Kijk trouwens eventjes uit of je niet deze mensen omver gaat rijden, want... Waar is die man trouwens die... Oh, wacht. Zijn ze aan het praten? There you are, it was your call. There's a fire in the house. Joh, je meent het. Meen je dat nou? Jongens, er is een vuur. Er is vuur. What exactly happened? A smoke detector went off. When the beeping didn't stop after a few minutes, I got nervous and called the fire department. Komen we nou eraan rijden of niet? Wat duurt dat allemaal lang, joh? Wat zijn ze nou allemaal aan het doen? Joh, dit duurt toch allemaal veel te lang, jongen. Moet je kijken, wat is dat nou? Ja, ik had ze natuurlijk gedismount, dat weet ik. Maar dit is toch gewoon... dit duurt toch allemaal veel te lang? Ja, we hebben hem wel nodig daar bij dat raam. Waarschijnlijk hebben we die nodig. Dan moeten we ook maar hopen dat hij hier langs kan, dat hij dan niet geglitcht wordt. Kijk, daar komt hij aan, eindelijk. Joh, ket al, het vuur gaat gewoon uit. Het duurt gewoon allemaal veel te lang. Oh, hij rijdt gewoon door de brancard heen. Nou, weet je, prima. Oh god, als je niet door blijft toeteren, alsjeblieft. Oké, we zijn er. Kun je dat trouwens ook met deze doen dan? Even kijken. Technical assistance, waar stond dat bij? Firefighting, fire monitor. Nou, dat kan dus niet. Oké, prima. Dan gaan we even firefighting doen. We kunnen hier niet heel veel mee. Ladder readiness. Laten we dat dan doen. Ket al, het vuur gaat gewoon uit vanzelf. Het duurt gewoon te lang. Oh, wie is dit? Oh, wacht. Er staat iemand. Wat is er aan de hand? I have to tell Carson about this. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Ik denk misschien heeft hij assistentie nodig van de ambulance. Maar dat hoeft dus helemaal niet.
Die ladder wordt gereed gemaakt volgens mij. Is het trouwens nodig met een ladderwagen hier? Zo hoog is het nou ook weer niet. Maar ja, ik zie geen optie voor deze wagens om te reparken of zo. Nee, hier ook niet. Ja, jongens. Voor mensen die dit heel veel spelen, is het waarschijnlijk heel frustrerend om te kijken. Sorry. Sorry. Maar ik vind het gewoon onduidelijk. Ik weet het niet. Weet je wat fijn zou zijn? Als je gewoon een soort van ding hebt staan hier. Van wat is de volgorde? Wat ga je doen? Want ik vind het gewoon onduidelijk. Te onduidelijk, zeg maar. Oké, dit is volgens mij gereed nu. Kunnen we nou wat doen? Firefighting with crane. Wat gebeurt er nu? Hallo? Is er leven hier? Er is helemaal niemand. Oh, er komt iemand. Hè? Waar komt hij nou vandaan dan? Oké, alsjeblieft, doe het gewoon. Joh. Tegen de tijd dat dat ding in de lucht hangt, jongen, dan is die brand al lang helemaal weg. Dan is het gewoon uitgebrand. Duurt toch allemaal veel te lang, dit jongens. Oh, we hebben een C-hoos. Oké, nou, ze gaan in ieder geval iets doen. Dat is mooi. We gaan wel gewoon kijken wat er gaat gebeuren. First nozzle with Kaba going in for interior attack. Oh, wacht. Oh, ze gebruiken dus wel degelijk dat wat we hebben neergelegd met die wagen. Oké, hij gaat nou in het karretje. Maar ja, oh, wacht, hij zit daarin. Oké, daar gaat hij. Maar nu is natuurlijk de grote vraag. Gaat die ook blussen? Dat is de vraag. Gaat het gebeuren nu? Of krijgen we zo meteen weer een probleem? Dat hij weer niet wil blussen? Oh, god. Oh, daar gaat hij. Ik denk al, zit hij nou weer vast? Ja, het is een soort van simulator natuurlijk, maar het is meer een soort van tactische simulator. Je moet de hele tijd vanaf hier dingen doen, zeg maar, vanaf hier. En of ik daar zo'n fan van ben, dat weet ik eigenlijk niet. Oh mijn god, hij gaat door het huis heen. Hij gaat gewoon door het huis heen. Nou ja, goed. Ja, ik ben gewoon letterlijk aan het wachten en kijken wat hij aan het doen is. Gaat hij blussen? Get me closer. Wacht even. Operate vehicle pump. Use. Gaat hij naar blussen of niet? Oh god, hij is weer een glitch hoor. Kijk maar onder. Nou, dat zien jullie niet. Maar onder mijn webcam, dan zie je die. Of dan zie je zeg maar dat operating vehicle pump. En dat is nu weer helemaal aan het knipperen heel snel. Dus hij is gewoon weer geglitcht. Dit spel functioneert gewoon niet. Je kunt het gewoon niet normaal doen. Kijk, hij is helemaal niet aan het blussen ook. Zie je dat? Hij is helemaal gewoon stom aan te kijken. Alsof ik een of andere debiel ben. Die niet weet hoe de pomp werkt. Maar, als we nou gaan switchen. Dit zijn wij nu. Als ik nou switch naar iemand anders. Dus we gaan naar naar deze. Oké, nu staat er dus iemand anders bij die pomp. En er gebeurt nog steeds helemaal niks. Yo, ik vind dit zo onduidelijk allemaal. Wat moet je nou doen? We hebben water. Hier, dat hebben we gedaan. We hebben het water aangesloten. We hebben water uit de grond. Dat gaat naar onze wagen toe. Dat gaat hier erin. Dan hebben we een andere. Ja, dan hebben we dus deze, die gaat eruit. Die gaat naar hem toe. Dan moet dit toch gewoon gedaan kunnen worden? Of ben ik nou... Oké, we gaan het anders doen. We gaan... met hem. Firefighting. ABC powder. Dus we gaan met poeder werken. Wacht. Jet nozzle. Wacht eventjes. Was dat het probleem? Waar wil die me heen hebben? Wat moet ik doen? Er gaat weer wat gebeuren, mensen. Er gebeurt weer wat. We gaan eventjes kijken wat we gaan doen. Oh god, ik hoor een fire alarm. Oké, we gaan het openmaken. We zijn binnen. Mensen! En nu? Oh god.
Oké, okay, we gaan weer weg. We gaan weer naar binnen. Jongens, dit is gewoon belachelijk. Wat is dit daar voor iets? Nou goed, weet je... De brand wordt geblust. Ik ben tevreden. We gaan eventjes het weg doen. Ik ben al lang blij dat er iets gedaan wordt nu. Waar lag dit ook alweer? Ook weer zoiets. Drop. Volgens mij was het hier. Dat was eventjes een gokje. Ik had de jet nozzle erop gezet, volgens mij. Of had ik dat niet? Firefighting, attack, jet nozzle. Waarom stuurt hij me nou weer naar binnen dan? Het is zo vaag, jongens, deze simulator. Hij zegt nou gewoon weer dat ik weer dit moet doen. En dat doe je dan ook gewoon, omdat je dan denkt van ja, dan kom ik verder in de melding. Maar volgen jullie het eigenlijk nog? Laat het even weten in de comments hier beneden. Kijk, ik ben nu binnen en dan moet ik weer naar buiten. En dan moet ik weer naar binnen. Wait for further instructions. Staat er onderin. Hoe lang is hij nou ook al met dat poeder bezig? Als ik nou switch naar hem. Wie ben ik? Ik ben hem. Oké, wacht even. Oké, nu zijn wij dus die anderen. Ja, oké. Even kijken of dit überhaupt wil. Oh, nu gaat het ineens wel. Dus je kunt er ineens vanuit gaan dat hij... Wat gebeurt er nou weer? Oh nee, hij is weer aan het glitchen beneden in de hoek. Ik weet niet, kunnen jullie dit zien? Nee, jullie kunnen het net niet zien. Oh, hier, zie je dat op het hoekje? Zie je dat hoekje? Hij is weer helemaal de pan uit aan het glitchen. Ik kan ook niks meer doen nu. Joh, dit is gewoon niet te spelen, jongens. Ik ga dat ook gewoon wegdoen. Dit is echt helemaal niks. Weet je wat we doen? We doen dit gewoon helemaal weg. Ik heb hier helemaal geen dingen meer aan. Geen behoefte meer aan. We gaan gewoon even een nieuwe melding doen. Want het werkt gewoon niet. Professional fire, continue. Daar gaan we weer. We gaan het weer overnieuw proberen. Nou, ik vind het wel heel erg jammer. Want stel nou dat het gewoon normaal zou werken. Dan is het hartstikke vet, man. Het is hartstikke leuk. Maar... Het glitcht gewoon aan alle kanten, dit spel. Het werkt gewoon niet normaal. Nu snap ik wat ze bedoelen in de Steam reviews. Maar ja, ik heb altijd zoiets van... Ja, je moet het allemaal zelf ontdekken. Je moet het zelf bepalen. Want hoe vaak is het dan niet gebeurd dat je een spel koopt... waarvan iedereen zegt van... Oh, dat is een knakenspel, dat is helemaal niks. En dan speel jij het en dan vind je het gewoon leuk. Dat is in dit geval dus niet zo. De mensen in de Steam reviews hadden gelijk, helaas. Het is zo'n leuk spel, maar ja. Nou ja, goed, we gaan naar binnen. We gaan nog eventjes kijken of we een melding normaal kunnen doen. Gelukkig kun je gewoon eruit en erin en het weer opnieuw proberen. Maar dat was dus precies wat ik bedoelde met dat je in het midden in een melding zit. En dan kun je dus het niet afmaken op een normale manier. Maar had ook gewoon in de hoek ergens neergezet wat nou de volgorde is van zoiets. Of desnoods gewoon wat je moet doen. Weet je dat je in een soort van mode zit, een soort beginnersmode, waarin je bovenin de hoek of weet ik veel waar op het scherm, dat je gewoon precies kan zien wat je moet doen, in welke volgorde, zodat je op een gegeven moment weet van, oh ja, nu moet ik dit doen en dat doen en dan moet ik dit en dat doen. Zo werkt het ongeveer. En dat je dan op die manier gewoon helemaal kan leren en dan wordt het natuurlijk heel leuk, maar ze gooien je toch een soort van in het diepe. Hoe laat krijgen we een melding? 9:15. Oké, wat gaat het worden? Daar komt hij. Achtung, brandschutz, heimrauchmelder ausgelöst. Einsatz für ELW 1. Oh, wij moeten ook. 24. Daar gaan we weer. F1, DLK1, Use operational clothing. Ulmenallee. We moeten daar zijn. Oh, dat is weer een ander voertuig. Dat is wel leuk. Nou, eens even kijken. Oh ja, dat is deze. Nee, dat is die. Ik had het verkeerd. Nou, we gaan onze kleding maar aantrekken dan. Use. Oh god, we zijn passagier. Nou, weet je, laat het maar doen. Misschien dat de melding dan wel normaal gaat. Laten we maar gewoon als passagier meegaan. Ja, deur dicht.
En daar gaan we. Ik ben benieuwd. Met hoeveel mensen gaan we? Zo, dat zijn er nogal wat. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat is eigenlijk gewoon het hele team behalve deze. Leidstelling Mülheim van 1-1-1. Kom. Ja, daar gaan we. Waarom werkt het nou niet normaal, jongens? Zo jammer. Ik heb ook geen idee hoe ver het is. Dat kunnen we ook niet zien. Vind ik ook jammer dat je dat helemaal niet kan zien. Waarom kunnen we niet gewoon in de hoek zien waar we heen moeten? Wij horen er toch ook gewoon bij? Oh kijk, we kunnen wel die knopjes drukken. Dus even kijken of we dat kunnen... Nee, we kunnen het niet besturen. We kunnen er wel op drukken. Nee, dat kan dus ook niet. Oh god, alsjeblieft. Geef eens even gas, madame. Kom op, planken met die zooi. Yo, echt tegen de tijd dat we aankomen, dan is het al voorbij. Volgens mij ging het over een... wat zei je nou? Rookmelder? Volgens mij? Oh nee, wacht. Oh, we hebben brand. We hebben weer fik. Het is weer zover. Ja, we gaan daarop klikken. We gaan... dismount. Yes. We gaan uitstappen. Dan gaan we even een mooie screenshot maken van het vuur. Dat is ook wel leuk. Ketty persoon kijken. Die denkt ook, wat de hel? Laten we dit doen. Dat is ook wel leuk. Even kijken. Ja, zo. Oké, we moeten eventjes weer die deur dicht doen. Apart ook dat dat moet. Waarom moet dat? Het is nood. Het is spoed. Ja, ik kom eraan. Ik kom eraan. Oh, nee. Oh, godzijdank. Hij blijft niet hangen, de toeter. Oké, we gaan even kijken. We gaan... Het zit dus hier zo. Gaan we dat met die doen of met die? Ik denk met deze. Organize place of work. Securing the road. Depart. Dismount. We gaan het met hun doen. Dan gaan wij eventjes praten. Wat de hel gebeurde daar nou? Zag jullie dat? Was dat water? Ja, ik kom eraan. Ik kom eraan. I know who called. A fire has broken out in the neighboring apartment. Goh, vertel me wat nieuws. Dat hadden we nog helemaal niet gezien hoor, mevrouw. Nou, wat is er nou precies gebeurd? Dat vragen we nu ook. I don't know what happened, but the entire building smells of burning. It seems to be coming from the apartment next door. Nou, wat een handige informatie. Dankjewel. Ja, you should go check right away. Nou, dat gaan we ook doen. Are there any people still in... Oh, wacht. We moeten vragen of er ook mensen in het appartement zitten. The apartment should be empty. Oké, dus er is niemand meer binnen. Dat is mooi. Vacate the area. Dus we gaan nu zeggen tegen haar dat ze weg moet gaan hier. Dus ze gaat pleiten. Volgens mij zit er iemand binnen gewoon water te gooien. Ik wil niet heel veel zeggen. Oké, we gaan met hun aan de slag. Want hun zijn gedismount. Even kijken of we wat kunnen regelen nu. Firefighting. Technical assistance. Inlet. Waar hebben we dat? We hebben hier zo wat. En hier zo hebben we niks. Of hebben we hier ook wat? Ja, hier ook. Oké, dan doen we dat. Inlet. Waarom kan ik nou niks? Oh, wacht. Outlet. Wacht even, ik snap mezelf niet meer. Hé, wat is het nou? Kom op. Die inlet, dat is toch dit? Of was dat dat? Wacht, we doen het eventjes. Oh ja, zo moest het. Oké, we gaan even kijken. Volgens mij moet het hier gewoon mee kunnen, hoor. Gewoon met één wagen. Kijk, we gaan dat nu doen. Alsjeblieft, niet glitchen. Alsjeblieft. Laat ons gewoon één melding gewoon normaal afhandelen. Alsjeblieft, hé. Oké, dat staat. Maar nog niet helemaal, want ze zijn nog steeds bezig. Kijk, daar gaan we weer. Het duurt zo lang dit allemaal. Dat vuur is uit voordat we hierbij begonnen zijn. Ik ga trouwens hun... Firefighting... Gaan we gewoon met die powder aan de gang laten gaan. Laten we gewoon dubbel doen. Oké, nou, dat is gedaan.
Ja, dan gaan we nu outlet. Doen we dan via hier zo. We gaan vanaf daar naar boven dingen ze. Wat is er met haar aan de hand? Heeft u hulp nodig? Please hurry. Ja, ik doe mijn best, mevrouw. Kijk, we lopen dan. Ket dan. Alsof die alle tijd van de wereld heeft. Kom op, zeg. Joh, dat is toch op te janken, dit hele team. Echt waar. Oké, nou, dat ligt. Distributor has been placed. Nou, dan gaat hij ook weer wat doen. Dan gaat hij weer zo'n kabel leggen. En dan zouden we toch echt water moeten hebben. Maar gaat dat ook gebeuren? Connect the BIOS into the distributor. Kijk. Er zou geen probleem moeten zijn met water op dit moment. Ja, dat hebben we gedaan. Dan. Hallo Jet Nozzle. Het zijn ook zo verschrikkelijke verstappen. Waarom hebben ze dit gemaakt dat dit gewoon in één klik kan? Dat zou toch veel handiger zijn geweest? Zie je dat? Het vuur is gewoon weg. Ja, die vent is natuurlijk ook met die poeder, hè, binnen. Die gaat ook helemaal los daar. Maar ik zie nog wel vuur. En ik zie rook. En waar rook is, is vuur, dus het is nog steeds aan. Wat is daar nou aan de hand? Wat ben je nou... Maak nou aan! Wat duurt het allemaal lang? Die gaat echt ontslagen worden gewoon. Het kost gewoon leven, zei dit. Oh mijn god, hé. Kijk hem lopen, kijk hem heel relaxed lopen. Alsof hij gewoon op zondag even nog even boodschappen gaat doen. Wat gaat hij nou doen? Gaat hij nou spuiten of niet? Waar gaat hij heen? Oh, wacht. Gaat hij... Oké, hij staat bij die pomp. Gaat het nou toch echt gebeuren, jongens? Is dit het? Is dit het moment? This is the moment. Gaat het nou gebeuren of niet? Ga nou... Ik hoor wat. Hé, waar is hij? Waar is hij nou heen? Oké, nou ja, ik hoor wel dat er iemand bezig is. Yo, ik vind dit zo irritant. Echt waar, ik kan hier zo niet tegen dit gedoe. Oké, volgens mij... Ja, er gebeurt wel iets. We gaan even kijken. Kijk, eindelijk. Er gebeurt iets. Maar gaat het vuur ook uit? Volgens mij wel. Kijk, mij staat dan helemaal geen zuurstof, helemaal niks. Ik loop hier gewoon doorheen. Hier is de smoke detector. Nou, hebben we dat nodig dan? Ik bedoel, we zien toch wel dat er rook is? Kijk dan. Hallo? Er is rook hoor hier. Oké, het vuur gaat wel uit. Het duurt wel lang. Maar ja, het is natuurlijk ook behoorlijk aan het fikken. Kunnen we nog omhoog? Ja, oké. Nou, het is alleen maar hier beneden. Pak nou die andere. Hadden we twee moeten doen. Twee van dit soort slangen. Nou ja, het vuur wordt in ieder geval bestrijd hier. Dat is goed. Dus gaan we dan deze melding afmaken normaal? Gaat dat dan toch echt gebeuren? Wat sta jij hier te doen? Het zou ook wel leuk zijn geweest als we gewoon ook zelf dingen zouden doen. Want het is wel levendig, maar ook weer niet. Want je moet alles moet je ze vertellen. Waardoor als je hier naar buiten komt, dan is het weer helemaal dood hier. Er gebeurt helemaal niks. Iedereen staat maar stom voor zich uit te staren. Terwijl ze ook gewoon zelf dingen kunnen ondernemen, toch? Het hoeft toch niet allemaal... Is het uit? We kunnen ook hun nog een keertje sturen. Wacht even. Firefighting... Zullen we dit doen? Laten we dat ook proberen. Dus we gaan het nou met wat anders doen. Kijk, daar gaat hij. Wat gaat hij doen? Oh, hij gaat ook mee. Laten we maar gewoon meelopen. Dan kunnen we tenminste zien wat ze aan het doen zijn. Ik ga niet de hele tijd naar buiten staan wachten tot ik een onzeeg. V-
Volgens mij is dit ook gewoon een bug, hoor. Dit duurt toch allemaal veel te lang? Oh, nu komt hij één keertje even spuiten en het is klaar. Wat gebeurt er? Oh mijn god, jongens. Oh, ze hebben het vuur gevonden, hoor. Ze hebben het gevonden. Kijk hem dan. Jongen. Nou ja. Weet je wat ook zo raar is? Als wij nou switchen naar hem... Even kijken. Wie zijn wij nu? Wij zijn nu deze... Nee, die moeten we niet hebben. Deze moeten we hebben, volgens mij. Nee, ook niet. Oh god, ik sta bij die pomp. Wacht even. Moet je kijken als we het zelf doen. Kijk hoe snel het dan gaat. Het is al uit. Kijk hoe snel het gaat als je het zelf doet. Jongens, dit was het al. Oké, mooi. Hé. Oké, nou, we gaan naar beneden. En dan is dit het wel, denk ik. Ik denk dat we gewoon gaan switchen naar waar we in kwamen. Dat was volgens mij deze. Of niet, of zie ik dat nou verkeerd? In ieder geval, we gaan dismounten. Nee, we gaan pack-uppen. We gaan dit dicht doen. Yes, de deur gaat dicht. Dan gaan we alles oppakken. En ook al heb ik deze melding gedaan, ik ben nog steeds in de war. Ik weet nog steeds precies hoe dit moet. En dat is niet goed. In ieder geval, godzijdank heb je die knop dat je daar gewoon op kan klikken. En dan gaan ze alles gewoon zelf doen. Stel je voor dat ze dat ook allemaal zelf moet doen? Nou, dan had ik niet eens deze aflevering gemaakt, denk ik. Wat gebeurde er nou? Het beeld ging vanzelf. Wat gebeurt hier? Kunnen wij dit ook gewoon opruimen zelf? Kan dat? Ja, en nu zie ik weer niet waar dit hoort. Zie je allemaal van dat soort dingen? Waarom staat er nou niet gewoon waar dit hoort? Dan kun je dit gewoon wegleggen zelf. Ook al hoor je niet bij dat team. Wat maakt dat nou uit? We doen het toch met z'n allen? Nou, laat me weer liggen dan. Doe het maar zelf. Want ik mag dit blijkbaar niet. Kan ik dit wel doen? Waar hoort dit? Volgens mij was dat hier ergens. Of niet? Nou, laat maar. Ik laat het wel liggen hier. Volgens mij hebben we... zo goed als alles gedaan. Of niet? Volgens mij zijn we nog helemaal niet klaar. Volgens mij moeten we nog wat doen. Er is nog heel veel rook. Kunnen we nog met iemand praten of zo? Wacht even, we gaan even naar die persoon daar. Even nog wat vragen. That's not something you see every day. Nou ja, dat klopt. Dat is inderdaad niet iets wat je elke dag ziet. Leuke screenshot, dankjewel. Nou, ik denk dat we allemaal ready zijn om te gaan vertrekken. Depart. Nou, wij mogen rijden, dat scheelt. Ja, ook dit, weet je, van hebben we het nou goed gedaan? Het is allemaal een beetje gokwerk of zo. Je krijgt ook niet op het einde te zien van hoeveel procent je goed hebt gedaan of je überhaupt iets goed doet. Je moet het maar gokken allemaal, wat ik zei. Rijden. Gassen. Oh, final situation report. Fire out. We're going back. Of zoiets. Ik ga jou inhalen. Waarom ga jij stoppen? Hé, wat gebeurde daar nou? Waarom ging die... zijn gevarenlicht aanzetten? Waarschijnlijk was hij bang voor ons. We gaan natuurlijk gewoon heel snel. Weet ik veel. Jongens, ik snap niks van deze simulator. Ik ben er gewoon heel eerlijk in. Ik vind het zo verschrikkelijk onduidelijk. Het bukt aan alle kanten. Het glitcht aan alle kanten. Je kunt niet normaal meldingen doen. Je weet niet of je dingen goed doet. Ja of nee. Je weet de volgorde niet.
eigenlijk sta je als een kip zonder kop dat allemaal te doen. Je weet niet... Je weet het gewoon niet. Althans, ik niet. Dat was het enige wat ze hoefden te doen. Gewoon ergens neerzetten in welke volgorde je iets moet doen. Maar goed, het kan natuurlijk niet altijd perfect gaan. Maar ja, ik mis dat gewoon daaraan. Wat is dit? We zijn er nu toch? Waar moet dat neergezet worden dan? Ik ben aan het zoeken waar ik hem neer moet zetten. Daar ergens. Niet hier. Juist, het was daar. Hey, yes, we gaan eventjes trouwens onze lampjes uitdoen. Dat hoeft niet meer. Ja, nog een klein stukje. Kom op. Yes, perfect. Oké, mooi. We gaan eventjes op die knop drukken. En dan gaan we eruit. Ik denk dat het genoeg is geweest. Motor uit. Hallo? Motor uit. Open. Waarom gaat hij er nou niet uit dan? Weet je, ik zit op het punt dat het me ook helemaal niet meer boeit waarom je er niet uit gaat. Het interesseert me niet. Ja, ik weet het. Wat de hel is daar nou aan de hand? Wat is er nou weer? Use the door. Open driver's door. Waarom? Waarom moet ik er nou weer in? Oh, wat wil die nou van me? Drive to fire station? Ach jeetje. Oké, nou, we moeten weer de motor gaan starten. Ja, en dan de achterhoofd. Serieus, dat was het? Was dat het echt serieus? Ik stond 1 centimeter niet goed. Close. We gaan eruit. Ergens. Ja, dankjewel. Oh, wacht. We moeten even ons kleding wegdoen. Ja. En dan gaan we naar de computer. Staat er trouwens ook helemaal niet bij dat je dat verplicht moet doen of zo. Over je hele computer gebeuren. Het staat niet van ga nu naar de computer en berichten over of zo. Maar goed, we doen wel gewoon wat we denken wat we moeten doen. Want het staat er gewoon niet bij of je dit moet doen of niet. Waar is het ook alweer? Dat was volgens mij hier. Yes. Oké. Waar was het? Doornenkamp. Waarom is dat hetzelfde? Garage vol met water gelopen, continue. Oh, deze, Wiesenstraat. Dank u. Save, continue, continue, prima. Staat er ook helemaal, dus het komt ook niet in beeld van, oh, je hebt het zo goed gedaan of whatever, er staat helemaal niks bij. We kunnen dus goed gewoon dat hele gebouw laten affikken met iedereen erin. Who cares? Oké. Nou, dat was denk ik weer de melding. We gaan maar een broodje eten. En dan gaan we naar huis. Het is mooi geweest. Ik nok ermee, denk ik. Yes, vrienden en fans. En dit was weer een aflevering van die Fireworks Simulator 2. Ja, lastig. Lastig. Onduidelijk ook. Heel onduidelijk. Heel veel glitches. Heel veel bugs. En ja, ik word een beetje... Ja, ik ben er een beetje bang voor dat ik geen zin meer heb in deze simulator. En dat komt gewoon omdat ik het niet... Omdat ik het onduidelijk vind. Ik vind dat het te veel glitcht. Het bukt te veel. Waarom hebben ze het niet gewoon anders gedaan? Echt waar. Het was zo leuk geweest. Als het gewoon normaal had gewerkt. Dan had ik hier een hele lange serie van kunnen doen. Maar ik vind het gewoon zo verschrikkelijk... Omslachtig allemaal. Ik sta er als een kip zonder kop. Ik weet niet waarom ik dingen doe. Maar ik doe ze wel. Ik weet niet precies hoe ik dingen moet aanpakken. Het staat er ook helemaal niet bij. Van wat je precies moet doen. Ja. Het is... Onduidelijk. Gewoon één woord. Onduidelijk. Maar, vond jij het nou ondanks die onduidelijk gewoon een hele leuke video om te kijken? Vergeet het niet eventjes te liken. En vergeet niet eventjes te abonneren als je helemaal nieuw bent. Dank je wel alvast daarvoor.
Mensen, dan ga ik jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Alsnog, als je het hebt volgehouden tot het einde. Voor het kijken, hartstikke bedankt daarvoor. En dan hoop ik jullie natuurlijk gewoon weer te zien in een nieuwe, gezellige video. Tot dan, doei!